Er zijn hier heel veel dingen te doen. Je kunt zelf een aardbeienplantje planten. Je kunt de smokkeltocht doen, een speurtocht. Een spel, schop de kwar. Je kunt een potje klootgolven. Dat is dus, ja, een soort boerengolf. En iets met aardbeien ook? Dat draait eigenlijk allemaal om aardbeien. Hè. Een kwar is bijvoorbeeld een woord voor een misvormde aardbei. En dan krijg je ook meteen uitleg over de aardbeien. De speurtocht gaat ook over de aardbeien. Het plantje planten natuurlijk ook. Hè. Kun je je eigen aardbeien kweken. En over een paar weken dan beginnen we met het zelf plukken van aardbeien. Dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Vooral voor de kinderen kunnen een aardbeienknipdiplomaatje verdienen. En je kunt hier natuurlijk aardbeien eten. Hè? Aardbeienijsjes, aardbeienvlaatjes, aardbeienwafels, aardbeienpannenkoeken. Noem maar op. Zeg, wat ben je aan het doen? Ik ben een plantje aan het planten. Wat voor plantje dan? Een aardbeienplantje. Met je vingers zo in die grond vroeten. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, of niet? Ja. En waarom is dat zo leuk? Nou, je kan je lekker los en dan over een paar weekjes heb je volgens mij wat aardbeien. Die je lekker op kunt eten. Ja.